Ja, voor de mensen die van volksmuziek houden, is hij natuurlijk geen onbekende. Maurice Rohan, goedenavond. Goedenavond. Maurice, hoe gaat het met jou na alle tv-perikelen, noem maar op, coronatijd, vertel. Ja, gelukkig goed. Dus we zijn nog aan de weg getimmeren, dus nog altijd. En we blijven gewoon bezig, hè, dus... Je bent hier geweest met wat er bij SBS6 allemaal gebeurde. Ja, hè? Heb je daar nog naweeën van? Ja, we krijgen daar best wel wat aanvraagjes van binnen. Dus van mensen wat ons gezien hebben. En die zeggen van, hey, wij willen dat jullie eens langskomen. Ja, precies. Ja, en dat is natuurlijk allemaal in het kader van het feit dat het allemaal iets losser wordt. Gelukkig. En laten we hopen dat het zo blijft. Want er wordt nu weer aan het OMT gevraagd voor advies. Oké, laten we het niet in het negatieve trekken. Dat doen we ook niet. Laten we hopen dat we in ieder geval een iets leukere festivalzomer kunnen krijgen dan vorig jaar. Peter R. de Vries, ook een heel triest verhaal. Maar wij gaan proberen toch vanavond om het de luisteraar op deze manier iets gezelliger te maken. En hoe kan dat dan anders als met Maurice Rohan? Want dat is de gezelligheid zelf. Als jij dat zegt. Maurice, even by the way. Mondo Verde, die glijbaan daar, wat een heerlijk spektakel, hè? Geweldig, hè? Mooi gemaakt, frisse kleuren. Hoe lang hebben jullie daar werk aan gehad? We hebben daar anderhalf jaar aan gewerkt, aan dit project. Dus daar kwam corona goed uit? Corona heeft een beetje roet in het water gegooid. Anders was het klaar geweest eerder. Oh, ja, jullie mochten natuurlijk niet werken, hè? Nee. Dat niet alleen, maar ook containers wat in de haven bleven staan en zo. Dus wat niet konden verstuurd worden door corona. Die heeft toch niet vastgehangen in dat schip daar in het Suezkanaal, hè? Nee, dat niet. Dat niet. Maurice, je bent natuurlijk hier om de mensen vrolijke mededelingen te doen. Ik heb wat trekjes meegenomen waar ik net tegen Maurice ook van heb gezegd van... zijn die wel van de Limburger Boeben? Ja, zegt hij, die zijn zeker van de Limburger Boeben. Maar toen had ik nog een puberend stemmetje. Dat ook. Dat zijn nummers, moet ik niet liegen. Ik schat een jaar of... 10, 12 geleden. Ja. Dus dat die opgenomen zijn. Is jouw stem zo veranderd, kerel? Ja. Komt door al dat stof wat hij vreet met verbouwingen en zo, ja, denk precies. Ik. Ja, als je Maurice Rohan volgt, ja, dan denk je, wanneer slaapt die man? Hè? Niet? Ja, niet. Goed, we gaan het zo meteen hebben over de mini-concerten op het plein. Hè? Ja. De pleinentour. De pleinentour. En wat dat betekent, dat gaat u zo meteen horen. Roemt om die Weltpolka. Maurice, dat nummer, wat vind je daarvan? Vertel er wat over. Ja, dit nummer, dat hebben we precies een jaar geleden... In de coronatijd? In de coronatijd hebben we dat opgenomen. En volgens mij is dat een week geleden eigenlijk is dat toen uitgebracht geworden. Mm-hmm. Voor toch de mensen te laten horen van... hey, hallo, we zijn er nog en we blijven niet stilzitten. Ah, dus toen je toen bij me was, had ik al een primeur. Toen had je al een primeur. dit is een nummer wat op de nieuwe cd komt, ja. Oh, dus, kijk eens aan. En wanneer komt die uit? Ja, we hopen dit jaar nog. Jullie hopen dit jaar ja. Nou, laten we eens luisteren wat dan in theorie op die cd... Nee, wat erop komt te staan. Rond om die Weltpolka van die Limburger Buben und Freunde. Jouw hits. Jouw hits. Jouw nieuws. RTV Parkstad. Om die Weltpolka, daar zat natuurlijk wel behoorlijk wat gras in. Ja. Trouwens, je moet even zwaaien op die mensen die tv zitten te kijken. Nou, hebben ze ja, me gezegd. Ja, ik zag het net. Ja, doe maar even zwaaien. Ze zijn me foto's aan het sturen. Dus, foto's aan het sturen. Ja. Ja. Maurice, coronatijd natuurlijk vervelend voor alle artiesten. En een groot compliment. Ik zeg het elke keer weer voor al die artiesten die toch in die coronatijd muziek hebben gemaakt. Hè, om de mensen ook te amuseren en iets uitgebreid.
gebracht hebben, niet wetende of het überhaupt gaat lopen, ja of nee. Ja. Want iedereen zat in een downstemming, maar ja, hier word je vrolijk van, lijkt me zo. Hè? Dat zeker. En dan komt het, hè, Maurice, dan zit jij te denken over een concept. En dan denk jij van, ja, wanneer kunnen we, gaan we dat lostrekken? Nou, het kan sneller gaan dan je denkt, hè? Want ja, vanaf dat jullie te horen kregen dat het iets losser mocht, ben jij natuurlijk meteen in de telefoon, pen en weet ik wat allemaal geklommen. Het was al eigenlijk, het hele concept was al klaar. Mm-hmm. Maar we moesten alleen eventjes weten of we daar vergunningen voor nodig hadden. Mm-hmm. En die hadden we nodig en dat hebben we ook allemaal aangevraagd. En afgelopen woensdag hebben wij de goedkeuring gekregen van de drie gemeentes. Mm-hmm. Tot we het mogen doen. Dat jullie het mogen gaan doen. Ja. En we gaan zo meteen vertellen wat jullie gaan doen. We hebben al een klein tipje van de sluier opgelicht. Hè? Het mini-concertenpleinentour. Ja. Of de mini-concertenpleinentour van de Limburger Bube und Freunde. En waar ze allemaal gaan komen, u gaat het dadelijk allemaal horen. Een nummer wat daar ongetwijfeld ook in voor zal komen, denk ik, zal de elefant of zoiets zijn. Die komt voorbij, ja. Die komt voorbij. Het nummer elefant heb jij zelf? Zelf geschreven ook, dat andere nummer heb ik zelf geschreven. Dus, ja. Nou, vertel iets over de elefant met de lange sloof. Ja. Deze is eigenlijk geschreven omdat we vorig jaar november met een wedstrijd mee zouden doen in Oostenrijk. Mm-hmm. En daar stonden we ook in de finale mee. Ook helaas is dat door corona is dat uitgevallen. Dat heeft zoveel roet in het eten gegooid allemaal. Voor maar daarvoor is het verplaatst naar nu, naar november. Mm-hmm. Dus november gaan we toch weer naar Oostenrijk. Gaan we met die wedstrijd meedoen met de Golden Kronen der volksmuziek. En daarvoor is dit nummer eigenlijk geschreven. Maar ook een beetje voor de carnaval. Mm-hmm. Dus we zijn van plan dit nummer. Dat is, niet veel radiostations hebben dit nummer. Dankjewel. Dus, ik wel. Jij hebt hem wel. We zijn bezig met een clip op te nemen daarvoor. Mm-hmm. En die willen we eigenlijk voor de carnaval willen we deze gaan lanceren. Dus tot iedereen hem kan downloaden en kan zien. Dus het is eigenlijk een leuk Polonaise nummertje wat je met de carnaval leuk feestje van kan maken. Laat de luisteraars en kijkers maar bepalen of ze dit een leuk carnavalsnummer vinden. En je krijgt het nog veel drukker. Gaan we het zo meteen nog over hebben. Jouw hits. Jouw nieuws. RTV Parkstad. Bei jeder wohl bekannt, da steht der Johann Bahnhof, der graue Elefant. Die andere Tieren lächeln, ja was ist da denn los? Da steht der große Elefant in der Lederhose. Was macht der Elefant, wenn in den Trachtenkranz? Der große Elefant, ja in der Lederhose. Was macht der Elefant, dort in den Trachtenkranz? Der große Elefant ist ja famos. Oh, jongens, hè? Het is snelle Polonaise is dit, hè? Ja. Jongen. En te hopen dat we geen Braziliaanse temperaturen hebben in februari of maart, als de carnaval is. Want dan zeg jij van, mag het ook een iets langzamer nummer zijn? Dan kun je pitchen, hè? Maurice, de mini-concertpleinentour, wat jullie gaan doen... Ja. Ja, het heeft toch nog wel wat impact in de voeten, in de aarde gehad. Hè? Ja. Om dat allemaal rond te krijgen. Jullie zijn ook nog met andere dingen bezig, hè? We zitten niet stil. Nee, ze zitten nou wel helemaal niet meer stil natuurlijk. Want die jongens die staan te trappelen van ongeduld om weer gaas te geven. Want zo zeg je dat in de wereld. Ja, dat klopt. Kevin wilde eigenlijk mee, maar hij durfde niet. Want hij zit... Heeft wel wat zenuwen tot hij zondag weer mag spelen. Dus, Kevin, bij deze jongen, pak de zenuwen in de rugzak en de rest in de trekzak. Want ohne Stimmung geht doch nicht. Nee, dat klopt. Is een aantal jaartjes geleden gemaakt, dit nummer. Ja. Maar eerst even nog naar de mini pleinentour. Waar gaan jullie
Aanstaande zondag gaat dat gebeuren, hè? Ja, aanstaande zondag. Vanaf hoe laat? En de tijden moeten we even erbij zeggen, zijn onder voorbehoud dat nergens iets uitloopt. Dus ik zou zeggen, ben gewoon op tijd daar, dan mis je ze zeer zeker niet. Nee, precies. Waar gaan jullie allemaal naartoe? Nou, waar beginnen jullie? Hoe laat beginnen jullie? We gaan beginnen in een Landgraaf bij Brasserie Jolos. Mm-hmm. Om 1 uur starten we daar. Voor de mensen die niet weten waar Jolos ligt... is het oude pand van ons, hè? Weet je, Dr. Kalstraat 100. De Dr. Kalstraat 100, die lange weg voordat je naar Eigenshoven rijdt. Ja, precies, aan de rechterkant. Precies, aan de rechterkant. Ja, daar gaan we starten. Leuk établissement. Ja. En daar gaan we dan een mini-concert houden van 1 uur. Mm-hmm. Van 1 tot 2. Mm-hmm. En dan hebben we precies een kwartier de tijd om van daaruit naar het Pancratiusplein te vliegen. Ja, maar je moet toch ook nog inladen? Nee, dat is het mooie ervan. Ah. We hebben een heel concept, we rijden met een vrachtwagen rond. Ja. Alles blijft op een vrachtwagen staan. En je klapt de klep open. En het zeil gaat open, we hebben een aggregaat bij ons. We hoeven naar een stroom te pakken. Ja. We rijden plein op, zeil open. En we gaan 1 uur spelen en dan naar het volgende plein. En dan gaan we naar het volgende plein. Ja. Oké, Jolos, daarna Pancratiusplein. Pancratiusplein, ja. Waar precies op het Pancratiusplein? Midden erin. Dus, vol op het plein. Ja, we doen het echt. We gaan het concept doen echt hoofdzakelijk voor de café-eigenaren. En de terrassen. En de terrassen. Het wordt goed weer. Ja, het wordt goed weer. Het wordt goed weer. Niet te warm, niet te koud. Af en toe een buitje. Maar op het moment dat jullie spelen niet, dat weet ik zeker. En dat is ook de bedoeling dat de mensen, weet je wel, op de terrassen gaan zitten. Mm-hmm. Niet proberen bij ons te staan vanwege toch de 1,5 meter regel. Wat we toch nog een beetje aan moeten houden. Dat wordt ook allemaal gemeld. Tot ons wel eraan moeten houden. Ja. Want als je afstand kunt nemen, doe het alsjeblieft. Nee, je moet het. Als je wilt dat de artiesten door kunnen gaan waar ze mee bezig zijn, dan houd je alsjeblieft aan die 1,5 meter afstand. Ja. Want je verziekt het voor hun op het moment dat je het niet doet. Ja. Want zo is het, Maurice. Ja, want het is toch een evenement waar je niet getest hoeft te zijn. Dus, precies. En het is buiten, hè? Het is buiten. Precies. Dat is wel goed dat het buiten is. Ja. Ohne Stimmung geht's nicht. Hoe lang geleden? Ongeveer 9 tot 10 jaar is dit geleden. Eens kijken of die stem van Rowan toen anders klonk. Dit is Parkstad. Jouw hits, jouw nieuws. RTV Parkstad. Maurice, we waren nog onderweg. Hè? We gingen van Jolos gingen we naar Heerlen, naar het Pancratiusplein. Ja, en dan? Dan gaan we vanuit het Pancratiusplein gaan we naar de markt in Kerkrade. Dat duurt iets langer, dat red je niet op een kwartier. Ja, gas geven, hè? Gas geven, ja. En dan gaan we daar een uurtje... Een uurtje? De tent op de kop zetten. Ja, overal is een uur. Overal gaan we een uur muziek maken. Ja, ik vraag het maar. Hè. Als herhaling. Een uur lang gratis en voor niks. Waar vind je dat? Alleen bij de Limburger Boben en Vrienden. Ja. Een geweldig initiatief waarvoor nu al namens al jouw fans en kijkers en luisteraars van zondag alvast jullie dank voor dit initiatief. Een tijd terug brachten jullie uit Du bist wie die Sternen so schön, een cover, hè? Ja, een cover. En dat was, dat was een megaklapper, hè? Die is nou 4 maanden geleden is die uitgebracht. Mm-hmm. En we staan er zelf ook nog versteld van, want in eerste instantie hebben we met onze platenmaatschappij gehad van... je moet geen cover uitbrengen, mm-hmm. Dat brengt niks. Mm-hmm. Maar ja, helaas... helaas, gelukkig wel. Hoeveel groepen zijn niet groot geworden met het uitbrengen van covers en daarna eigen werk, toch? Ja, bij jullie is dat andersom. Dat is altijd... Bij ons is het andersom, ja. Nee, want
Deze is nou 4 maanden uit. Gisteren hebben we de 15.000 likes gehaald. Kijk eens. En, hoeveel streams? Hoeveel streams? 626.000. 626.000. Dus, en wij moeten zorgen dat dat binnen de kortste keren 700.000... Nee, wat zeg ik? Een miljoen! Een miljoen, hè? We gaan voor de miljoen dus. We gaan voor de miljoen. Hé, nieuwe kreet, we gaan voor de miljoen. Als we dat kunnen halen, sowieso, we staan bij onze platenmaatschappij op de site, staan wij als favoriet. Mm-hmm. Want Gene heeft tot nu toe zoveel streams al gehaald daar. Kijk eens. Dus, ja, Maurice, daar moet je dat toch... Dat is fijn. Ja, maar daar kan je toch zondag een hele hoop streams bij krijgen. Jij moet dat gewoon gaan roepen. Op elke markt of plein waar je staat, moet je dat gaan roepen. Onze doelstelling is, du bist wie die sternen zo schön, 1 miljoen streams. Ja, maar dat gaan we ook doen. Want kijk, dat bedoel ik. Het wordt ook op Facebook wordt dat omgeroepen, dat we dat echt... Ja, dat zou geweldig zijn als we dat kunnen halen. Dus, ik denk dat daar weinig, laten we maar zeggen, doorsnee artiesten zijn die dat hebben. Het is gewoon een heel mooi nummer. Mm-hmm. En we krijgen ook van andere artiesten, zelfs van degene van wie het origineel is, mm-hmm. hebben we zelf, daar hebben we toestemming aan gevraagd of we het nummer konden opnemen en mm-hmm. Konden uitbrengen. En zelfs die persoon die zegt gewoon van, ja, ik heb hem nog nooit zo mooi gehoord. Dus mm-hmm. heb ik ook wanneer heeft die persoon dat oorspronkelijk uitgebracht? Dit nummer? Dit is volgens mij al een jaar of 20, 25 geleden uitgebracht. Ja, maar kijk, daar krijg je het. Hè? De digitale wereld nu, die zit in een sneltreinvaart. Ja. Dat was toen niet. Toen bestond ook al internet, maar... dat deed je bij wijze van spreken een hele nacht over 2 liedjes. Ja, hè? Om dat eventueel te downloaden en te streamen. Streamen hadden ze toen nog helemaal niet van gehoord. Nee. We gaan eens snel luisteren naar Du bist wie die sterne so schön. Hè? Ze zijn dus nu vertrokken van Jolo's naar het Pancratiusplein in Heerlen. Vervolgens naar de Markt in Kerkrade. En er komt nog meer. Dus blijf bij ons om te horen waar zij zondag allemaal naartoe gaan. Parkstad. RTV Parkstad. Ah, het is een prachtig nummer en natuurlijk met een vrouwelijke stem, hè, Maurice. Wil jij de naam van deze charmante vrouwelijke dame, of nee, vrouwelijke dame is een dubbelzegging, van deze charmante dame nog even melden? Dit is onze Jolijn, is dat dus? Jolijn! En ja. Jolijn is in het verleden ook al bij ons in de studio geweest, met name toen jullie bij SBS6 waren geweest, hè? Ja, ook. Ja. Du bist wie die sternen so schön. Wij zijn aangekomen met de Limburger Boeben en vrienden via Jolo's Pancratiusplein. Vervolgens naar de Markt in Kerkrade. En waar gaan jullie dan naartoe? Vanuit de Markt in Kerkrade gaan we naar Landgraaf, naar de Markt. Bij Café de Schut en Brandwapen. Ja. Daar gaan we staan. Mm-hmm. Dus, en van daaruit gaan we nog één toertje doen richting Kerkrade. Richting Eigershoven de Markt. Ja. En daar sluiten we af bij... Daar sluiten jullie af en dan hebben jullie er 5 gehad. En voor de mensen die willen weten wat de tijdstippen precies zijn... kijk gewoon even via het internet op de website van de Limburger Boeben. Facebook, hè. En Facebook, daar staat het ook. Daar staan de
geschatte tijden dat ze zullen arriveren. En wat wil je nog meer? Een heerlijke zon. En ja, en als je leuke muziek vindt, dan rij je gewoon erachteraan. Ja, hè? Dan heb je 5 concerten ze voor Dulco. Ze kunnen gewoon bij Jolus beginnen en achter ons aan rijden. Dus, ja, die fanclub zal dat zonder meer doen, denk dat ik. Dat zeker, ja. Ik krijg net toevallig weer een appje binnen. Hou niet zo van deze muziek, maar dit nummer is wel erg mooi. Dus, ja, nou, kijk, als je van dit nummer houdt... Ja, je kent het hele repertoire van de Limburger Boeben en Freunde nog niet. Daar zitten ook langzame nummers tussen. Kijk, want net dat was natuurlijk gaas geven, hè? Met de elefant en dat soort dingen. Dus onbekend maken, onbemind, zeg ik altijd. Dus die luisteraar of kijker... Hè? Het is niet alleen Tiroler wat we maken. Hè? We maken ook gewoon nummers van Tina Turner of zo ertussendoor. Dat gebeurt ook. Kijk, dus, en misschien heeft die meneer of die mevrouw wel een verzoekje... en zegt van, zouden jullie dit ook kunnen spelen? Ja. En als het zondag niet kan, komt het ongetwijfeld bij jullie op het repertoire. Hè? Oh, zeker. Maar meestal proberen we het gewoon, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Want ze kunnen ook goed improviseren, dat kan ik je vertellen. Maurice, zo meteen nog even verder naar de toekomst kijken... want er staat nog veel meer te gebeuren. Hè? Ja, staat nog van alles te gebeuren. Rustig aan, anders hebben we dadelijk niks meer. Goed, wij gaan even naar de volgende track van de Limburger Boeben... en dat is Berg Vagabunden. En dat is een hele tijd geleden. Hè? Ook een jaar of 11. Kijk eens aan. Goed. RTV Parkstad. Dit is Parkstad. In unserem Herzen brennt eine Sehnsucht, die lässt uns nimmer mehr in Ruhe. Herrliche Berge, sonnige Höhen, Bergvagabunden sind wir, ja wir. Herrliche Berge, sonnige Höhen, Bergvagabunden sind wir. Ja, dat is natuurlijk een nummer wat altijd voorbij zal komen in die volksmuzieknummers. De Bergvagabunden. Maurice, even voor de mensen die jou minder kennen. Ik kan het me bijna niet voorstellen. Hoe ben jij eigenlijk in die muziek gerold, in die volksmuziek? Ja, eigenlijk van vroeger van thuis al uit, hè. Want, even naar je vader. Ja, pap... Pap speelde deze muziek al. Mm-hmm. En van kleins af aan, als hij op de harmonica speelde... dan zat ik al op de pannetjes, op de keukenpannen mee te drummen. Dus dan uiteindelijk... Eigenlijk in Cesar Zuiderwijk, maar dan op volksmuziek staan. Ja, in principe wel, ja. En dan kom jij in een sneltreinvaartje. Wat doet jouw papa? Neemt hij jou mee? Gaat hij zeggen van... Maurice, je moet dit gaan doen, je moet dat gaan doen? Nee, ik heb eigenlijk gewoon alleen maar liggen luisteren... en alles zelf geleerd toen de tijd. Mm-hmm. En veel wat mijn idols waren, ja, nou eigenlijk nog steeds, alleen helaas niet meer in de oude bezetting. Mm-hmm. Dit ziel het alle shirts in Jäger. Ja, super. Ja, dan heb je het over iets, hè. Dat ja. was gewoon de band voor mij. En, ja. daar heb ik heel veel naar zitten kijken en zitten afluisteren. Mm-hmm. En toen de tijd ook de palen mee gespatsen. Mm-hmm. Daar heb ik toen Peter Jansen nog erin zat, heb ik ook altijd ben ik met hun mee geweest. Mm-hmm. En zat ik altijd achter het drumstel te kijken van wat doet hij, hoe doet hij het. En Ja, de Palemingerspatsen in die tijd, en nog steeds trouwens hoor, maar nu natuurlijk iets anders. Maar in die tijd was dat de feestband en die trof je door heel Limburg en verder buiten. Precies, dat was toen de feestband. Ja. En ik was er toen ook heel blij dat ze toen de tijd... toen ze mij gevraagd hebben of ik bij hun wilde drummen. Dus, Dus je hebt al heel wat kilometers in dijn rugzak, hè, meneer Rowan? Ja, dat zeker. En dan gaat hij ook nog regelmatig naar Oostenrijk. Hè, om even te kijken hoe het daar is. Af en toe, af en af. Hoe het weer is. Interviewtje. Ik heb een track meegenomen, Ein Tag mit Dir. En daar zei Maurice net van, vertel het nog even. Ja, dit nummer is ook al wat ouder. En je heeft Pap... heeft hier nog saxofoon op gespeeld. Mm-hmm. En Bert Hoeze.
Die heeft daar nog saxofoon op gespeeld. Ja, helaas zijn ze allebei zijn ze er niet meer. Ik wist het niet. Ik wist niet dat je vader hierop meespeelde. Maar, nee, dat weten velen niet. Dus, ik denk, ik neem dat nummer gewoon mee. Ik wou je ermee verrassen. Ik hoop dat ik dat toch een beetje gedaan heb op deze manier. Het is een leuk nummer, dus... Ein Tag mit dir, de Limburger Boeben. En daarna resumeren we nog even heel snel wat er aanstaande zondag aankomt. En de bootreis die ze gaan doen. En weet ik wel allemaal. Ja? Ja. Oké. Okay. En weer dat heerlijke publiek erbij, wat natuurlijk bij jullie altijd is, hè Maurice? Ja. Maurice, natuurlijk dus aanstaande zondag die mini-concerten Limburger Boeben en Freunde Pleinen Tour. Yes. Nog even herhalen, van Joloos naar... Naar Heerlen. Van Heerlen, Pancratiusplein uit naar... Kerkraden naar de Markt. Van Kerkraden naar de Markt. Naar Schaarsberg op de Markt. Gaan we daar verder? Schaarsberg op de Markt. En vervolgens van Schaarsberg als afsluiting naar Eigenshoven. Ja. En daar de afsluiting op de Markt. Dus ja. 5 concerten op rij als jij erbij wil zijn. Volg ze. Dan, wat staat er nog meer op de agenda? Want, laat maar komen. Weer een heleboel optredens, want die komen weer binnen. Dus gewoon de site in de gaten te houden en waar het vandaan komt. Precies. In december gaan we nog naar Winterberg. Winterberg! Ja. Naar het beruchte hotel daar natuurlijk, hè? Ja, de eerste week van december is dat. Laten we hopen dat het allemaal door kan gaan, jongens. Precies. Door kan gaan. Dus 1,5 meter afstand houden en goed in de elleboog hoesten, niezen en weet ik wel allemaal. En het, de week daarna gaan we, of 2 weken daarna, gaan we weer de boot in. De boot in? Nou, we gaan onze boottocht doen. Dus, Die boottocht, vertel daar nog even kort iets over. Ja, dat is een 18 december is dat. Dat is een boottocht. Dat is een all-inclusief feestje. Mm-hmm. Daar zitten wij. Daar zit oude harmonica-speler Roger Pierik van de Palemige Spatsen. Ah, oh, fijn om die, te horen. Die is erbij. Ja. Patrick Pesch is erbij op de boot. Stimming op de boot. In de boot, op de boot. Op de boot. En daar hebben we ook nog Roy Stekhuizen met zijn band Keep for Power. Royke! Die zijn erbij. En dan gaan we gewoon... even kijken. Om 2 uur vertrekken we met de boot. En om 19:30 komen we aan. En dan gaan we gewoon een bootparty houden. Ja, maar... en niemand tegen Brugge aanvaren, hè? Nee, dat doen we niet. en dan zit er alles geintje, in, geintje. Er zit dan drank en ook een heerlijk buffet zit erbij. En we vertrekken met een bus vanuit Landgraaf. Gaan we dan naar Maasbracht. Mm-hmm. En waar we dan op de boot gaan. Oké, en als mensen daar iets over willen weten, de kosten, hoe ze moeten boeken, wat moeten ze doen, Maurice? Gewoon even op Facebook kijken, of mij gewoon even bellen, of www.limburgerboeben.com kijken. Mm. En daar kun je ook vragen stellen, dus kom altijd bij mij uit. Dus ik kan altijd antwoord geven. Kijk, dat was Maurice Rohan. Maurice, bedankt voor de komst naar de studio. En iedereen die er vandaag was, dank jullie wel dat jullie er waren. Dank jullie wel voor jullie komst, want zonder jullie is het geen live programma. Dankjewel, toi toi. Volgende week weer nieuwe gasten. Bye bye.